In deze video gaan we het hebben over hart. De auscultatie doe je op vier plekken waar de hartkleppen het beste te beoordelen zijn. Om de volgorde van deze kleppen te onthouden, kan je het ezelsbruggetje Always Party Till Midnight gebruiken. Dit staat voor aorta-klep, pulmonalis-klep, tricuspidalis-klep en mitralis-klep. Beoordeel de koortonen, het ritme, regulair of irregulair. en de aanwezigheid van een derde harttoon. Let daarnaast op de aanwezigheid van bijkomende pathologische geluiden zoals pericardvreven of een soevel. Een soevel wordt ingedeeld in zes gradaties van luidheid. Graad 1 is alleen hoorbaar voor ervaren onderzoekers en graad 6 is hoorbaar zonder stethoscoop en kan je een thrill voelen. Het punctum maximum is de plek waar je de soevel het hardst hoort. Daarnaast beoordeel je het tijdstip van de soefel of deze aanwezig is tijdens de systole. Diastole. Of continu. Deze kenmerken kunnen je helpen de oorsprong van de soefel te kunnen herleiden. Bij kinderen komt een fysiologische soefel frequent voor. Dit is een laagradige systolische ejectiesoefel, herkenbaar door muzikaal geruis. Zonder uitstraling naar de rug of oksels. Het puntenmaximum van een onschuldige soevel ligt tussen de tweede en vierde intercostaalruimte links. Je onderzoekt naast het hart ook de extra-cardiale verschijnselen. Zo kan je aan de pulsaties bepalen hoe het ritme en de kracht is. De grootte van de lever en eventuele uitdemen aan de extremiteiten geven je ook meer informatie over de werking van het hart.